onder water is op dit moment in de studio. Ja, en we gaan het eigenlijk hebben over de KWF Collecte Week. Ja, want eigenlijk wilde jij een oproepje doen. Misschien kun je daarmee beginnen. Ja, het KWF is denk ik wel iedereen wel breed bekend. We doen heel veel onderzoeken. Echt hele tientallen onderzoeken. Ik heb geprobeerd om een paar uit mijn hoofd te leren. Maar het waren er zoveel dat ik daar maar mee gestopt ben. Daarnaast doen ze ook begeleiding van patiënten. Nazorg voor patiënten. En daar is de collecteweek onder andere voor. Om dat te kunnen bekostigen. En die zitten weer aan te komen 5 tot en met 11 september. Maar de collecte is op dit moment nog een beetje moeilijk in te vullen. We willen eigenlijk zorgen dat er zoveel mogelijk straten gedekt zijn met zoveel mogelijk mensen. Dus dat zo weinig mogelijk tijd kost voor iedereen. Dus eigenlijk zoek ik nog mensen voor Zoeterwoude dorp inderdaad, ja. Ja, want jij bent zelf dus ook actief als collectant. Ja, klopt. En wat vind je zelf zo mooi aan dit werk? Ten eerste het doel waar je het voor doet natuurlijk. En daarnaast gewoon het contact met de mensen aan de deur. En dat je toch gewoon ook leuke gesprekken hebt aan de deur. En dat mensen je het ook waarderen dat je doet. En bijna iedereen heeft wel een persoon in de familie of kenniskring die kanker gehad heeft of die kanker heeft. Waardoor je gewoon ook daarmee best wel mooie verhalen krijgt. En dat is toch ook wat waard. Ja, en je bent dus op zoek naar vrijwilligers. En dat zijn ook verschillende soorten vrijwilligers, als ik het goed heb begrepen. Ja. Wat voor soorten vrijwilligers heb je eigenlijk nodig? Sowieso collectanten zelf. En daarnaast kunnen we nog wel wijkhoofden ook gebruiken. Dat zijn mensen eigenlijk die dan binnen de bepaalde wijk de straten coördineren. En eventueel verzamelpunt zijn voor de collectebussen. En het uitgeven van de collectebussen. En daarnaast kan je niet alleen met een collectebus collecteren. Maar ook op je collectebus zit een QR-code. Dus als mensen geen contant geld in huis hebben, wat tegenwoordig niet heel gek is. Kunnen ze ook met een QR-code scannen en dan betalen. En daarnaast kan je ook nog met een WhatsApp-code ook nog via WhatsApp collecteren. Ja. Dat is eigenlijk wel een mooie uitbreiding en steeds moderner collecteren. En voor mensen die dan dus als collectant aan de slag gaan. Hoe ziet dat er dan eigenlijk precies uit? Is dat dan eenmalig, één keer in de zoveel tijd? In principe is het één keer per jaar. En je mag zelf kiezen of je dat voor één jaar wil doen. Als het niet bevalt, dan mag je altijd stoppen. We hopen van niet, want ik was vorig jaar voor het eerst begonnen. En ik ben gelijk volle bak enthousiast aan de slag gegaan. Dus mij is alleen maar meegevallen. Mm-hmm. Dus ik hoop dat de mensen ook voor meerdere jaren gaan. En in principe is het zo dat je dan even voor de collecteweek krijg je de spullen thuisbezorgd. Dus dat is de collectebus, legitimatie en wat dingetjes, wat informatie. En dan heb je een week de tijd om jouw straat of wijk te lopen. En daarna wordt het weer opgehaald bij je thuis. Dus heel veel werk heb je er zelfs collectant niet aan. Ja, en in hoeverre is het flexibel werk? Mogen mensen zelf bepalen tussen welke tijden ze gaan, op welke dagen bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk is de week is vastgesteld van 5 tot en met 11. Maar binnen die tijd mag je gewoon zelf indelen of je overdag of 's avonds gaat. Of 2 keer per week als je mensen niet thuis treft. Of dat is allemaal vrijgelaten. Ja, ja. Oké. Ja, en voor de mensen die nu luisteren en denken, dit lijkt me wat, maar ik twijfel nog een beetje. Heb je misschien een bepaalde reden om ze nog wat meer te overtuigen om dit te gaan doen? Juist ook het goede doel waar het KWF voor staat. En daarnaast ook de mooie verhalen die je onderweg krijgt, zeker belangrijk. En ik doe dit nu voor Zoeterwoude dorp. Maar ik hoop ook dat de mensen in de regio luisteren en denken van, misschien is dat ook wat voor mij in de regio. Want ik denk dat de collecte teams in de buurt ook wel extra hulp kunnen gebruiken. Ja. En al het geld wat wordt opgehaald, kun je iets meer vertellen over wat er precies mee gebeurt? Al het geld wat opgehaald wordt gebruikt voor onderzoek voor het KWF. Ja. Dus dat is echt puur daarvoor. Ja. En alle andere dingen worden, er zullen ook nog wel wat andere dingen mee bekostigd worden, maar daar heb ik niet precies inzage in. Maar ja. Ook de materialen moeten betaald worden natuurlijk. Ja. Oké. Ja. En de luisteraars die denken, dit lijkt me nu wel wat. Hoe kunnen zij contact opnemen om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Ze kunnen sowieso even een persoonlijk berichtje sturen naar mij, als dat zo meteen mogelijk is via de social media kanalen. En anders kan het gewoon via de website van het KWF. Daar staat gewoon een aparte afdeling voor aanmelden als vrijwilliger. En dan kom je daar, als je daar je gegevens invult, kom je automatisch terecht in het juiste team. Als je voor Zoeterwoude dorp wil collecteren, kom je in het team van Zoeterwoude terecht. En dan wordt er vanuit daar weer contact opgenomen met je. Ja.